je kan gewoon ervoor gaan zitten en uren daar blijven. En dan zie je elke keer allemaal nieuwe dingen. Het voelt als een soort van bijna onuitputtelijke vijver. Het kunstwerk is eigenlijk een non-stop uitzending van allemaal fragmenten die te maken hebben met het zwarte lichaam. Iets van 2 weken nadat ik de keuze had gemaakt voor dit kunstwerk, werd George Floyd vermoord door de politie in Amerika. Dus het voelde super relevant en super actueel. Het belicht ook heel erg aan de andere kant. Het gaat niet alleen maar over drama en ellende, maar het gaat ook over alle mooie dingen die eruit voortkomen. Doordat hij 2 schermen gebruikt, kon hij ook heel mooi tegenstellingen maken. Een van de eigenschappen van dit kunstwerk is dat het de hele tijd switcht. Het verandert de hele tijd. Er gebeurt de hele tijd iets nieuws. En ik dacht, dat moet in de muziek dan ook gebeuren. Ik had allemaal blokjes tekst geschreven die niet per se nog helemaal aan elkaar gelinkt waren. Of ik had ook nog niet bedacht wat de volgorde zou worden. Ik heb gewoon die blokjes opgenomen en uiteindelijk heb ik ze ook gewoon in die volgorde gebruikt. Dus het gaat van de hak op de tak, maar omdat alles wel met elkaar te maken heeft, vond ik het wel heel goed bij elkaar passen. Het was voor mij dus ook best wel een verfrissende manier van muziek maken. Gilles de Broek is een kunstenaar, ontwerper, die op dit moment heel veel werkt met geairbrushte tegels. Ik moest aan een paar dingen denken. Er zitten bakstenen in. Bakstenen associëren met straat, straatcultuur, rap. Het is op een gegeven moment ook neergelegd in een vorm die een heel klein beetje mij deed denken aan de Amerikaanse vlag. Het is een afbeelding van een spinnenweb of een soort kogelgat in een raam. Nieuws! Eigenlijk heeft inspiratie, volgens mij ben ik achter niet zoveel te maken met wat er binnenkomt, maar met of de knop aanstaat dat je iets zoekt. Hangt er gewoon vanaf of je het wil. Maar als je in het leven staat met de mentaliteit van alles is potentieel iets om te gebruiken, dan krijg je de hele tijd dingen aangereikt. Radio killer met de ultralight beam. Detroit Red wordt de X. Patrick geboren in Kingston, 33 met de sok onder de lip. D'Angelo op de Fender Rhodes skateboard, P op de ASR-10. Soldier Boy op de Fruity Loops, J-Elect Ramadan met de pen. Nieuws! Nieuws.